Op onze wandeling langs de Atlantiekwal zijn we nog steeds op ons beginpunt. Het dorp De Zilk. En ik heb batterijen nodig voor mijn hengeltje, dus zoek ik een supermarkt. Nou, hebben ze gezegd dat hier de supermarkt is, maar dit is een tent. Het ziet er helemaal niet uit als een supermarkt. Dit is de Atlantiekwal. Atlantiekwal! De verdedigingslinie die Hitler in de Tweede Wereldoorlog liet bouwen langs de kust. Van Noorwegen tot Spanje. En ik had er nog nooit van gehoord. Daarom onderzoek ik samen met cameraman Florian en producer Jolien welke impact de Atlantiekwal nu nog heeft bij de Zuid-Hollanders. Lopend van het bovenste puntje van Zuid-Holland naar Hoek van Holland, heerlijk, gaan we op zoek naar de sporen van de Atlantiekwal. Hallo! Welke verhalen zijn er nog te vertellen? En wat leeft er nog meer onder de Zuid-Hollanders? Bijzondere ontmoetingen in Merlijn over de Atlantiekwal. Het is inderdaad de supermarkt. Dag mevrouw, niet schrikken hoor. Is dit de supermarkt van de... Ja, van De Zilk. Hoe kan dat nou? Ja, nou, dit is het enigste wat we hebben, ja. Maar waarom is dat zo gedaan? Waarom zitten ze niet in een... Dat is er al jaren. Wij weten niet beter. Maar... Het is gewoon een tent. Ja. Ja, nou, het is ook verschrikkelijk. Ja, ja, precies. Ja, armoedig. Ja, maar daar kunnen we toch iets aan doen hier dan? Ja, tuurlijk. Dat is wel de bedoeling, maar... Het gaat nog niet gebeuren, nee. Maar, het is al jaren zo, dus... Ja, maar waar ligt het aan? Ja, nou ja, aan de gemeente en zo. Hebben die geen geld? Ja, nou ja, ze hebben misschien wel geld, maar niet voor De Zilk. Oh. En waarom woon je hier? Omdat je ook in de bollenteelt bent gegaan. Ja, inderdaad. Mijn man kwam hier uit De Zilk ook vandaan. Ja, die is helaas 14 dagen geleden overleden. 14? Dagen geleden. Oh, gecondoleerd. Ja, dank u wel. Oh jee. Ja. En hoe is dat gebeurd? Nou, hij had kanker. Oh, wat tragisch. Ja, ja, ja. En hoe gaat het met jou dan? Nou ja, je moet wel verder. Ja. Ja, ja, aardappeltjes kopen. Ja, je moet wel. Maar en hoe is dat? Ja, ik moet toch ook eten. En vanavond komt mijn zoon eten. En, ja. Nou ja, goed. Maar hoe doe je het deze 14 dagen? Ja, nou ja, doorgaan. Maar is het... Ik wil geen krachttermen gebruiken, maar is het... gaat het? Ja, ja, het moet gewoon niet. Ja, je kan wel bij de pakken neerzitten, maar... Ja, hij komt er niet door terug. Mis je hem al? Ja, tuurlijk. Dan mis je hem erger? Nou ja, hij kwam ook wel eens, of hij lag ook wel eens in het ziekenhuis en zo. Maar ja, anders kwam hij weer terug. Ik ga dan toch iets, misschien iets impertinents vragen. Maar je hoort wel eens van mensen, als die als partner een lang ziekbed hebben meegemaakt, dat het ook als een... Eindelijk. Ja, natuurlijk, want... eindelijk de last van de schouders. Hij werd ook wel vergeetachtig. En 's nachts wilde hij steeds naar bed en wandelen. Ja. En, weet je wel, zulke dingen. Dan ging ik er ook maar uit. En dan zei ik, nee, kom op, joh, het is 2 uur, we gaan naar boven. Ja. Nee, ik wil nog wel een straatje om even met de rollator. Ik zei, nee, dat kan niet. Ja. Weet je wel, zulke dingen. Tuurlijk, dat vind ik wel lekker. Dat je nou een beetje langer op bed kan blijven liggen en niets... Elke nacht beneden zit met hem. Ja. Ja. En je hebt gewoon tijd nu weer voor jezelf. Ja. 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 En niet alles staat meer in het teken van... Van hem, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar ja. Oh, wat droef. Ja. En ja, tegelijkertijd, je ziet er wel heel monter uit eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ja, je lacht. Toen je naar buiten kwam, lach je. Het is niet dat je helemaal zo... Nee, hoor. Als nee, een verpieterd bloempje. Nee, ik leg maar... Ik praktiseer gewoon van, hij komt toch niet meer terug. Nee. Kijk, ik wil de hele dag lopen huilen, maar ja, dat... Heb je veel gehuild? Dan heb ik mijn eigen ermee. Heb je veel gehuild? Nee. Nee? Niet dat ik rijk ben, nee. Nee, nou, maar dat is... Nou, ja, maar, nee. Nou, maar sommige mensen zullen misschien ook denken... Oh, dat is eigenlijk gek dat ik niet hoef te huilen, veel of zo. En dat je... Nee, ik weet het niet. Ik ben niet zo echt huilig. Maar ja, je zal wel tijd hebben dat je wel eens gaat huilen, natuurlijk. Maar je hebt tot nu toe gewoon nog niet zo heel veel gehuild? Niet veel. Heb je zelf... dat je gestorven was en zo. Ja, natuurlijk. En de begrafenis en al dat gedoe, weet je wel. Dat... Was het gedoe? Ja. Ik dacht alleen maar van, als die dagen maar om zijn, dan... Oh ja? Maar de hele Zilk was onderhand bij de crematie. En deze straten hebben allemaal de vlag uitgehangen. Oh. Half stok toen, 14 dagen geleden. Dus
Ah. Was ook wel weer mooi. Dat is wel bijzonder van zo'n gemeenschap natuurlijk, was de Zilk. Ja. Ja. Maar wat nu? Ja, want nu... Hij is weg, hij is dood. Je hebt alle tijd en ruimte voor jezelf. Ja, ik ga nu eten klaarmaken. Ja, dat snap ik, maar dus op de iets langere termijn heb je een plan. Nee. Komt er nog een keer een nieuwe vent ooit in, denk je? Denk het niet. Waarom niet? Nee, joh. Ja, wat nee, joh. Ik ben 73. Nou, en? Nou, en? Ja, er zijn genoeg kerels die dat hartstikke leuk vinden, zo'n jonge blom als jij. Ik ben geen 18 meer, hoor. Nee, maar 73, alles doet het nog, dan kan dat toch? Ja, ik ben gelukkig zelf gezond, dus. Ja. Ja. Nou, dus dat kan dan toch? Ja, misschien. Je kunt een oproepje doen. Nee, hoor. Is te snel, hè? Ja. Ja, niet 2 weken na dat. Nee, nee. Hoe heet die man? Jaap. Ja, nou, we moeten Jaap nog zeker in ieder geval even in ere houden. Ja, nou, zo niet, is er zijn nog geen contactadvertenties zitten. Nee, joh. Okay. Nou, dankjewel. Eet smakelijk. Ja, dank je. En hou vol, hè? Ja, ik hoop het wel, ja. Dag. Ik ga iets bekennen. Ik heb nog nooit een bollenveld in actie gezien. En we filmen hartje november, dus al die bloemen zijn natuurlijk al lang weg. Maar dan ineens... één veld met bloeiende bloemen. Oh, het ruikt ook zo lekker. Het ruikt nog gewoon naar bloemetjes hier. Wat voor typen zijn dit, Floor? Weet je dat? Anjers. Chrysanthen. Ik heb een appje. En met dat appje kun je planten identificeren. Plant is niet gevonden. Misschien een Dahlia exculturum. Dat is ook wat, hebben we hier zomaar een nieuwe plantensoort ontdekt. Ik heb nog steeds geen bunker gezien, maar het wordt donker, dus dat zit er niet meer in vandaag. Wel horen we ineens iets heel bijzonders over de Zilk. Er zou zowaar een sterrenwacht zijn in het dorp. Een sterrenwacht? En die is hier. Gewoon in een gewoon huis. En ik zie een achterom. Oh, hallo? Hallo? Is dit de sterrenwacht? Ja, dit is de sterrenwacht. Is dit echt een sterrenwacht? Ik zie helemaal niets. Hallo, ik ben Merlijn. Hi, IJsbrand. Dag IJsbrand. Dit zijn Florian en Eolien. Hi. En wij hoorden dat er in de Zilk een sterrenwacht is. Ja, dat is wel heel gek. Of niet? Hoezo? Gek? Ja, weet niet. Een sterrenwacht, dat bedenk je boven op een berg. Of op een hele exotische plek. Of zo, in Chili. Ja. Maar niet in de Zilk, toch? Ja, toch wel, hè? Dat blijkt maar. Maar want dit is gewoon een woonhuis. Ja, klopt. Wel een mooi woonhuis, maar hoe werkt dat dan? Waar is jouw koepel met... Nou, koepel hebben we niet. Is ook niet nodig. Nee, maar we hebben wel een kijker en we hebben een opstelling. Ja? Dus dan moeten jullie maar verder komen. Is dat hier? Ja. Oké. Okay. Kom maar verder. Oh, wat leuk. Wat grappig en wat wonderlijk. Ja. Ja, als ik dit zie, is wel de eerste vraag, waarom? Ja, waarom niet, hè? Het is een virus, hè? Ja? Waar ik mee bij ben. En ook mijn vrouw. Dag vrouw, ga je een foto maken? Van jullie. Wat leuk. Helemaal gezellig. Jullie zijn een echtpaar. Jullie zijn het sterrenwacht-echtpaar. Kijk uit. Daar gaat mijn planetarium. Ja, daar gaat Pluto die niet meer mee mag doen. Precies. Dit wat. Dit zijn de bestierders van sterrenwacht. Wat was het ook weer? Foucault. En dan is er een moment dat een van jullie twee zegt... Laten we nou eens zo'n ding gewoon achter in de tuin dan maken, bouwen. Nou, deze bijvoorbeeld. Maar wie is idee is dat geweest? Nou, dat is IJsbrand's hobby. Ik denk IJsbrand. Dit gaat mij te zwaar, hè. Dit is allemaal veel te heftig. Oh, wauw. Wat goed. En het regent even niet, geloof ik. Nee. Net wel. En dan kunnen we de kijker dan ergens oprichten. Oké, okay, IJsbrand, en dan? Waar kijk je doorheen? Dan kijk je hier doorheen. Ja. En met een computer kunnen we hem dan verder richten op de objecten die je wilt zien. Klinkt heel duur. Is dat zo? Nou, je zeg altijd, een boot is duurder. Met dit ding. Dus, een boot is duurder. Maar, want hier zitten een heleboel lenzen in. Ja, hier zitten lenzen in.
En dan vang je het licht mee op. En dan kan je ook uitvergroten. En dan kan je de maan, de sterren, planeten, kan je allemaal in detail bekijken. Maar jullie hebben alles inmiddels wel gezien, toch? Lijkt me, of niet? Nee. Nee? Nee. Wat heb je nog niet gezien dan? UFO's. Nog een UFO gezien. UFO's. Nee, nee, nooit gezien. Die hebben we nog nooit gezien. Maar waarom kijken jullie nou? Gewoon omdat het leuk is. Ja, maar nee. Even één laagje dieper, IJsbrand. Wat gebeurt er op het moment dat je dat ding mikt en je ziet... Je ziet wat je wilde zien op dat moment. Dan zie je de Andromeda-nevel. Dat is een ander melkwegstelsel. Heet jij IJsbrand? Nee, toch? Van wie ben je? IJsbrand. Nee hoor, het is altijd weer fascinerend om te zien dat je zo ver kan kijken. Dat je zulke leuke dingen kan zien. In de coronaperiode dat we de lockdown hadden, je s'avonds niet naar buiten mocht. Keken we hier, was doodstil. He, dat doet je wel wat. Ja, op wat voor manier? Leg even uit. Nou, het geeft je ook rust. Het geeft je een heel stuk rust om daar naar te kijken. Het is niet goed te beschrijven, je moet het beleven. En je merkt ook, daar kom ik toch weer op terug, mensen die hier komen, die zien het echt. Ze zeggen tegenwoordig ook van, goh, we kunnen alles op internet vinden. Ja. Maar als je er doorheen kijkt, als je naar Saturnus kijkt, het is echt anders. En ook ik had graag even naar Saturnus gekeken. Maar helaas, de bewolking zat in de weg. Nou, de grote boodschap dus voor alle mensen die er verder niks van af weten, is, kijk meer sterren, want dan word je wijzer van. Ja, en rustig. Is leuker. Ja, en dat laat toch zien waar we op aarde zijn. En dat je ook maar een onderdeel van het geheel bent. Dus. Alle politieke leiders ter wereld mogen maar sterren gaan kijken. Helpt vast. Denk je niet? Nou, misschien een klein beetje. Oh, nee, je bent het niet mee eens? Ik word een beetje boos over af en toe. Ja, hallo, ik heb donker haar. Ik zie er altijd met mijn donker... Vroeger, als ik naar een vriendje keek, dan zeiden ze... Waarom kijk je zo boos? Ja. Nou, dan keek ik verliefd. Maar, ja. Nou, dat heb ik nog niet gezien, inderdaad. Nee, oké. Okay. Jullie zijn toch zijn jullie wel verliefd op elkaar? Ja, wel. Hartstikke. Hartstikke? Ja. Ja, ik twijfelde even. Ja, waarom zou het niet zo zijn? We doen samen deze hobby. We brengen het over naar andere mensen. Ja. En als ze weg zijn, dan knuffelen we elkaar. Nou, dit gesprek kreeg een wonderlijke wending. Ja, hè? Dat werkt niet door, maar dat maakt fijn. Niet uit. Nee, leuk. Nee, ik ben uitverbaasd. Ja, ben je uitverbaasd? Als dat een woord mag zijn. En ben je weer met beide benen op de grond gekomen? Ja. Ja, ik denk het wel. Nou, ik vond het heel bijzonder. Dankjewel dat we hier even mochten kijken. Ja, lief zijn voor hem, hè? Ja. Nou, dat ben ik hartstikke. Oké. Heel goed. Hey, succes met jullie programma. Hoi, hoi. We zijn al 2 dagen op pad en we hebben nog steeds geen bunker gezien. Daarom gaan we richting Noordwijk. In de duinen hebben de Duitsers meer dan 80 vestingwerken gebouwd. Waaronder hele zware bunkers met wanden van wel 3 meter dik. Die we niet kunnen vinden. Het is een wonderlijk landschap dit. Ja, dat Duitlandschap oogt dus overal hetzelfde. En in no time zijn we verdwaald. Ja, dus we zitten niet helemaal goed. Is leuk. Volgens mij zie ik daar een stukje bunker. Hè? Oh ja. Ja, zeker. Oké. Nee, het is geen bunker. Het is het fundament voor iets... waar iets in heeft gestaan dat kan schieten. Denk ik. Hoe dan ook, wel onze eerste Wereldoorlog 2 reliquie. Het geeft de mens hoop. We gaan verder. Oh, kijk eens, Floor. Daar, dat is er een. En er staat iemand bij de vlag. Hallo, bent u van de Atlantiekwal? Jazeker. Ja? Ik ben André. André. Ik ben vrijwilliger en bestuurslid. Oké. Spreek ik het goed uit trouwens? Hoe spreek je het uit? Ja, dat ligt eraan. De Duitsers maken er meer een Atlantiekwal van. Ja? Ik zeg gewoon Atlantiekwal, omdat het makkelijk uitspreekt. En ooit hebben de Duitsers gedacht, hier gaan we er eentje bouwen. Een bunker is dit. Zeker. En eigenlijk een hele kustbatterij. Dus het is een gangenstelsel met een aantal bunkers. Bedoeld om een invasie van de geallieerden om Europa te bevrijden tegen te houden.
Ja, dit is het allergrootste type bunker dat de Duitsers lieten bouwen. De S-414. Hiervoor waren meer dan 300 betonwagens nodig. Het was dé commandobunker van de batterij Noordwijk. Wat een bouwwerk. Oh, het is ook echt groot, ja. En waarom zitten die bochten er eigenlijk in? Want het is ook niet heel handig, toch? Of is daar, zit daar een gedachte achter? Ja, het gekke is dat iedere detail hier zit een gedachte achter. En hoe meer je weet, hoe indrukwekkender het eigenlijk wordt. Ja? Je moet je voorstellen dat je bent hier in de gevechtspositie. Dus je moet er continu rekening mee houden dat iemand hier kwaad wil en je wil aanvallen. Ah. En als je deze knik in de gang maakt, kun je om de 25 meter schuilen. Als je rechte gang maakt, kan iemand 500 meter ver schieten. En al die belangrijke gevechtsbunkers, die zitten allemaal vast aan deze gang. Ja, 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 dus dat ja. is een slechte deal. Juist. Ik vind die graffiti zo interessant. Die heb je natuurlijk al heel veel gezien, maar... Ja. Want hoe lang is het geleden, denk je, dat WE en MJ hier geweest zijn? Ja, ik heb geen idee. Voor 2002. Ik heb daar 1970. Ja. Toen was ik er nog niet. Ik was... wat staat er? Oh, ik was ongesteld. Ja. Toch? Of niet? Ja, dat staat er, ja. Dat is gek. Is dit het kanongedeelte? Ja. Je moet je voorstellen dat hier een vierkante opening naar buiten is. Dat is waarom deze zandzakken hier liggen. Als we dit weghalen, komt er een lawine van zand naar binnen. Ja, ja. En dat kanon stond, ja, je kunt het niet zien, maar aan de buitenkant heb je een soort van die ronde bogen. Dat is ook wat je vaak ziet. Als je foto's van de Atlantikal ziet, dan zie je van die bunkers met van die rare ronde bogen. Ja. Die bogen die hangen boven dat kanon om het tegen een bombardement te beschermen. En tegelijkertijd houden ze inkomend vuur een beetje tegen. Dus er zit onder dat zand een hele grote betonnen voet. Ja. En daar stond dat massieve kanon op. Die schoot granaten van 45 kilo weg. Ik denk dat ze ongeveer zo dik waren, 15,5 centimeter. En dan kon die bijna 20 kilometer ver kon die proberen wat te raken. Okay. Langzaam wordt me duidelijk hoe enorm zo'n bunkercomplex precies is. En dan te bedenken dat deze bunker maar een klein onderdeeltje was van de hele Duitse verdedigingslinie. En dit is nu de hele Atlantikwal. Ja. Oké. Okay. Dat is wel een end, hè? Je ziet hoe geweldig lang dat is, hè? Want je denkt dat het hier Nederland, België, Frankrijk een lang stuk is. Dan moet je eens naar Noorwegen kijken. Ja, ongelooflijk. Waanzinnig. Wat een inspanning om dat te verdedigen. Oh, het is groot. Boven zien we pas hoe de bunker precies in elkaar zit. Dit is deze bunker in zijn geheel. En wij staan nu in deze ruimte. En je ziet dat je nog naar de slaapkamers kunt. En naar de machinekamer. En je ziet dat we nog 3 niveaus omhoog kunnen. En dat daar allemaal observatiespleten zitten waarmee je naar de zee kon kijken. En hier stonden altijd mensen? Ja. De hele tijd naar buiten te turen? Ja, continu kijken of er een vijand zichtbaar werd. Als er een vijandig schip werd gespot, dan trad een heel complex systeem in werking. In deze ruimte werd vastgesteld waar het schip zich precies bevond. Dit mooie apparaat werkt met spiegeltjes. Je gaat met die spiegeltjes draaien totdat je zeg maar 2 beelden van het schip bij elkaar ziet komen. Ja. Dan weet je dat je hem scherp gesteld hebt en dan kun je aan de achterkant de afstand aflezen. En alle geallieerden en ook de Amerikanen die hier kwamen na de oorlog, die waren diep onder indruk van hoe ver de Duitsers al op dat gebied waren. Maar ondanks al dat technisch vernuft zijn de geallieerden hier nooit geland en zaten de 180 Duitsers zich in deze bunker vooral te vervelen. Leuk met die jongens op een kamer. Ja. Potje kaarten, muziekje draaien. Zou jij willen liggen als degene onder jouw bruine bonen heeft gegeten? Nee, dat is waar. Nee, het is krap hoor. Plaatjes van blote meisjes. Het hoort er allemaal bij. Boys will be boys, hè? Ja. En met die constatering eindigt ons bezoek aan het museum in Noordwijk. André, dankjewel. We gaan vol inspiratie gaan we de volgende, wat is het, ongeveer 60 kilometer geloof ik, nog afwandelen. Afwandelen. Dat klinkt een beetje gek. Dankjewel, hè? Dat gaat leuk worden. Goed zo. Ja, ik vond het wel heel bijzonder hoor, jongens. Toch gewoon het megalomane karakter van die hele Atlantikwal. Dat wordt me dan wel duidelijk. En ook hoe goed die Duitsers eigenlijk zijn. Met machines en met bouwen van dingen. Dat is echt megalomaan. Nou heb ik nog een stukje bunker meegekregen. En ja, ik vind dat heel waardevol. Ik kan er niks aan doen. Voelen jullie dat ook of niet? Ja? Ja? Oké. Okay. Ik hoop eigenlijk dan maar gewoon dat ik een soort rugzak vol reliquieën bij elkaar kan sprokkelen. Dus deze gaat erin. Een echt stukje Nederlands of Duits. Ja, maar ja. Atlantikwal. Beton. Mooi.
Nou, we volgen de kustlijn weer. Die kant op. Bunkers die worden voor van alles en nog wat gebruikt tegenwoordig. En in ieder geval ook, weet ik, om kaas te maken. En als het goed is, bij Peter den Elze. Goedemiddag. Hallo. Hallo, goedemiddag. Kan ik, als het goed is, bunkerkaas krijgen? Ja, je kunt hier zeker bunkerkaas krijgen. Ja. We zijn er ook erg trots op dat we dit product mogen voeren. Dus, mogen voeren? Ja, mogen voeren, mogen hebben, mogen verkopen, want het is iets bijzonders. Ja, vertel, waar is het? Nou, wij mogen van mei tot en met het laatste weekend in augustus, dat is eigenlijk altijd rondom 30 augustus, mogen wij kaas laten rijpen in de bunker. In de bunker? In de bunker, de Atlantic Wall Bunker. Oké. Okay. Ja. Daar heerst een constant vochtig ziltklimaat. Ja. Nou, die gaat langzaamaan inwerken op die kazen. Daardoor krijgt hij een hele specifieke smaak mee. Laten we eens een stukje proeven? Ja, voor onderweg wil ik graag een stuk hebben. Geen enkel punt. En laten we vooral dan inderdaad eens kijken of ik het lekker vind. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Hij voelt... Niet als een droge kaas, maar als een romige. Maar misschien dat je het, ja goed, de camera zal het nooit kunnen ruiken, maar misschien dat je het ook nu wel ruikt omdat die kaas nu omhoog staat. Hij is heel zacht. Hij is wel lekker. Dat is ook de bedoeling, hè? Zeg, en als ik me niet vergis hoor ik bij jou een Brabants accent. Dat klopt. Ja. Wat doet een Brabander helemaal zo hier in Noordwijk? In Noordwijk. Nou, mijn dochter die is voor de liefde deze kant op gekomen. Ja. En die heeft 2 jaar geleden deze winkel overgenomen. En ik vind het toch zo leuk om haar te helpen dat ik het maar gewoon continu aan het doen ben. Maar ben je ook hier gaan wonen? Nee, ik rijd nog een paar keer op en neer. Ah. Ik rijd nog naar Os op en neer. Naar Os? Naar Os. Ja, ik zou graag een stukje mee willen, meneer, als dat kan. Ja, zeker kan dat. Succes. Dat er nog maar heel veel kazen verkocht en gemaakt mogen worden de komende tijd. Ja, leuk dat jullie aan zijn gekomen. Nou, wederzijds. We hebben wat geleerd. En goede wandeling. Houdoe. Ja, jongens, ik geloof dat we met deze bunkerkaas de dag wel kunnen afsluiten. Hè? We gaan een slaapplekje zoeken. Volgende week in Merlijn over de Atlantikwal. Geniet van het leven, doe het maar even. En hoe doe je dat? Het genieten van het leven? Genieten van het leven, lekker buiten, lekker wandelen, fietsen. Zoals je met pensioen bent. Eten, drinken. Heerlijk. Seks. Ook dat? Ja. Ja, hè.